duistere vermoeden. Ik had namelijk zojuist het duistere vermoeden dat Sam zou kiezen voor de steeksleutel. Hij kon kiezen uit allerlei soorten gereedschap. Een nietang, een schroevendraaier, een tangetje. Ik had van alles in deze gereedschapkist zitten. Hoe kan het dan dat ik zo zeker wist dat hij die steeksleutel zou nemen? En niet de nietang. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. De gereedschapkist heeft namelijk een soort dubbele bodem. Als ik deze klep omsla, komt er een nieuw vak tevoorschijn. En in dat nieuwe vak liggen alleen maar steeksleutels. Dus als ik die gereedschapkist lekker hoog hou en ik laat iemand willekeurig stuk gereedschap pakken, dan weet hij niet wat hij pakt. Hij voelt van alles, maar hij pakt altijd een steeksleutel. Dus eigenlijk is de voorspelling zelf het makkelijkste stuk van de truc. Het enige wat ik hoef te doen is de klep omslaan, zodat ik weet dat hij een steeksleutel pakt. Nou, eigenlijk was dat het al. Het enige waar je dan voor moet zorgen is dat je op een leuke manier laat zien dat je dat wist. Nou, wat ik grappig vind is om een beetje iets geks te doen of iets engs. En in dit geval dus om mezelf te snijden met een Stanley mes. Vervolgens verband om hand te doen. En zodat later het bloed de vorm heeft van de steeksleutel. En dus de voorspelling. Met een rode stift teken je gewoon de steeksleutel erop. Hier doe je voor de spanning en de sensatie nog wat lekkere vieze bloedvlekken. En je rolt hem keurig netjes op. Beginnen bij het bloed, zodat wat je later ziet als toeschouwer keurig, net, wit verband is. Nu moet je alleen nog zorgen dat je een wond krijgt aan je hand. Dat kun je doen met een Stanley mes. Zorg dat als je deze truc doet, dat je niet een echt mes gebruikt. Je bent natuurlijk niet gek. Dit mag niet scherp zijn. Met een schuurpapiertje heb ik 10 minuten lang over dit mesje zitten schuren. Met als gevolg dat ik gewoon kan doen wat ik wil, maar ik ga me niet snijden. Dit is hartstikke bot. Dan het bloed. Dat doe ik met zo'n zakje ketchup. Ik neem een tape in dezelfde kleur als het Stanley mes. Scheur een stukje af, wat ongeveer even groot is als de ketchup. Ik plak de ketchup op het tape. Met de bovenkant precies aan de bovenkant van de tape. En dan knip ik met een schaartje een driehoekje uit het midden van het zakje ketchup. Knip. Knip. Als ik nu in de ketchupzakje knijp, dan spuit de ketchup eruit. Heel voorzichtig plak ik dit dus op mijn mesje. Het mes leg je in de gereedschapkist en je bent klaar. Je pakt het mes. Je pakt iets anders. Je doet net of je bezig bent en per ongeluk snij je met het mes over je hand. En op het moment dat je over je hand snijdt, druk je met je duim tegen de ketchup en flats. Dan is het een kwestie van toneelspelen. Oh, je pakt het verband en je rolt het om je hand. Maar let op, als je nu gaat rollen, dan zit het bloed aan de buitenkant. Dus wat doe ik? Ik zorg dat de gereedschapkist hier staat. En ik doe mijn hand een beetje achter de gereedschapkist. Ik laat dit vallen. Alles lijkt schoon, maar aan de onderkant zit het bloed. Dus achter de kist rol ik het beginnetje op mijn hand. En zodra ik weet dat het bloed, veel stift, weg is, haal ik hem weer boven de kist. En ziet iedereen weer keurig net wit verband. Ik doe alsof ik heel veel pijn heb. Maar ik ben een dappere held. Hè. Ik ga gewoon door. Ik klap het luik om. Je laat het publiek kiezen. Die kiezen natuurlijk de steeksleutel. En dan kun jij zeggen, daar had ik al zo'n duister vermoeden van. Je wikkelt langzaam het verband af. Er komt een klein beetje bloed tevoorschijn. Maar daarna een grote bloedvlek in de vorm van een steeksleutel. Het duistere
vermoeden was waar.